Ik ben Lydia Leekens in de film. Ik ben de vrouw van Arno. En we hebben twee kinderen. We zijn een leuk gezinnetje. Ik wou dan, Matthias stond vast en dan zijn we zo gaan denken met wie zouden we Matthias kunnen combineren. En ik was uiteraard, ja, zoals iedereen, geweldig gecharmeerd door de vertolking van Barbara Serafian in Aanreding in Moskou. Wat ik een hele straffe rol vond, omdat tot voor die film ik Barbara als actrice, ik schaam me nu een beetje om te zeggen, had gecatalogeerd in de categorie aristocratische bitches. Dat is wat zij vaak speelde bij Patrick de Witte. Ik ken haar uit een satirisch programma dat ik ooit heb gedaan voor Canvas, De Mannen van de Macht, waar zij inderdaad een heel deftige dame speelde. Sorry. It just happened to me. Nice. Hoe zijn ze bij jullie gekomen voor de rol te spelen? Ik denk met de auto. Maar Jan heeft mij ook gebeld en ook nog voor hij het scenario opstuurde gezegd: Barbara, ik kan er niet aan doen, ik heb er alles voor gedaan om te vermijden, maar het is wel met Matthias Sercu. Bon, waar zet ik mijn bril op? Ik heb gezegd, laat het mij eerst lezen. Ik kan ook montagegewijs zien hoe het allemaal kan werken. Dus als ik er genoeg uitknip, dan wil ik wel zijn vrouw spelen. Bij mij was het eindelijk omgekeerd. Ik wou het eerst niet doen, maar omdat ze zeiden, het is met Barbara. Oh, he wants to play the good guy here. Ja, meer. Dat zei ik ook. En heeft hij dan gezegd, ja, maar Barbara wil wel ook uw loon. Best allemaal niet erg. Ik wil kijken, dus Barbara. Ja, ik moet af en toe al liefdadig zijn. Ja. En ik krijg. Voilà. Ja, jij lag zeker nog in bed. Dat is echt heel straf. En eigenlijk vooral op basis daarvan en de grote goesting om nog eens iets met Barbara te kunnen doen, hebben we haar dan aan Matthias gekoppeld en dat klopt ook aan hem dus. Ja, als je ons hier niet onnozel ziet doen, dan gaat het ook zo buiten uit de film. Het is gewoon, ik denk dat het een heel goede feel-good movie is. Ja, denk het ook. Het is een goed scenario. Het is, Het zijn eigenlijk heel leuke personages. Het is een geweldige cast, hè, uiteindelijk. Allee, ik bedoel, ziet ons, kom. Dat heb ik niet gezegd. Maar nee, ik heb al een paar rushes gezien en het ziet er heel mooi uit ook. Het is niet alleen een leuk verhaal, maar het ziet er heel mooi uit. Oké. Zelfs ik.